Het heeft erg veel toch wel gevergd. Dat merk je aan jezelf. Ik heb daarvoor natuurlijk had ik al 9 jaar ervaring opgedaan bij een andere club. Alleen kan ik je toch zeggen dat de 6 jaar FC Utrecht in die zin meer impact hadden. Niet zwaarder, maar meer impact hadden dan de 9 jaar daarvoor. Heeft misschien ook te maken met hoe FC Utrecht staat in de samenleving. Utrecht is natuurlijk toch een club die echt deel uitmaakt van de samenleving van de provincie Utrecht, van de stad Utrecht. En dat heeft ook wel het verschil een beetje bepaald. Iedereen heeft wel iets te zeggen over FC Utrecht, een mening over FC Utrecht. Daarom zijn we ook langsgegaan bij een aantal mensen met die mening over FC Utrecht en over Jan-Willem van Dop. Jacques van Eck is voorzitter van de Raad van Commissarissen. De raad die besloot dat het voor Van Dop misschien tijd was om op te stappen. Hij heeft steeds gezegd, ja, ik blijf hier niet tot mijn 65. En toen ben ik met hem gaan praten. En toen heb ik gezegd, ja, wij willen ook weten waar we aan toe zijn. We moeten denk ik afscheid nemen als we dat doen aan het eind van het seizoen. Doen we dat dit seizoen of doen we het volgend seizoen? En toen hebben we eigenlijk in goed overleg gezegd, dat is aan het eind van dit seizoen. Maar dan blijf jij nog wel een poosje adviseur. Want ik wil dat jij, als we nou gaan zoeken naar je opvolger, en daar hebben we natuurlijk ook tijd voor nodig, dan wil ik dat je die ook inwerkt, ook op een aantal specifieke terreinen als veiligheid, KNVB enzovoort. Maar ja, om Pater komt er ook aan de houdbaarheidsdatum van een algemeen directeur een einde. Je moet ook het gevoel hebben dat je elke dag met passie en heel veel plezier naar je werk moet blijven gaan, wat je dus ook vervolgens over moet dragen aan de organisatie. En als ik het gevoel krijg bij mezelf dat, ik wil niet zeggen de pijp leeg is, maar dat, zo kan ik het dan toch wel misschien het beste vertalen, dat er een moment aan zit te komen. Ik heb altijd ook gezegd, ik word geen 65 bij FC Utrecht. Het heeft natuurlijk, en met wat ik altijd heel graag gedaan heb, het heeft vreselijk veel energie gekost. En op een bepaald moment moet je gewoon ook eens een keer tegen jezelf kunnen zeggen van, joh, tot hier en niet verder. Jan-Willem van Dop volgde bij FC Utrecht Martin Sturkenboom op. De oud-voorzitter bleef gevraagd en ongevraagd advies geven aan Van Dop. Ik heb toch altijd wel geprobeerd, zeker in die eerste periode, Jan-Willem te coachen. En ik was niet altijd even tevreden over hem in het begin. En als ik dan kijk naar die eerste periode, dan zeg ik in het begin te dicht op de supporters gezeten. Met name op de leidinggevende in de supportersgeleding. Een nieuwe stroming in de supporters, te weinig ruimte gegeven in die periode, True Support. Gelukkig is dat in de tweede fase hartstikke goed gekomen. En heb je nu twee supportersverenigingen die elkaar gewoon dulden en die naast elkaar ieder hun eigen functie hebben bij de club. Dus eerste periode, niet makkelijk die functie, niet alles goed gedaan, maar 7,5. Het voorzitterschap van Jan-Willem van Dop kende bijna een vroegtijdig einde. In september 2007 werd hij door de Raad van Commissarissen ontslagen. Er werd hem financieel wanbeleid en een gebrekkige communicatie verweten. Na een rechtszaak mocht hij toch blijven. In die korte periode van afwezigheid werd hij vervangen door Broos Snerts, ex-politicus en zakenman. In die 4 dagen dat ik wel directeur was, de intimidatie die plaatsvond. Ik liep 4 dagen met beveiligers rond. Dat is een kant van het voetballen waar ik nooit aan zal wennen en ook niet aan wil wennen. Ik vond het uitermate intimiderend en vervelend. Ik heb nooit een gevoel gehad van intimidatie, op welk vlak dan ook. Ik ben ook in de 15 jaar, ik ben ook nooit bedreigd. En ik hoop dat het altijd zo zal blijven, maar dat heeft dus denk ik ook wel te maken met je eigen gedrag. Ik heb in de afgelopen jaren heb ik ME van supporters afgehaald en ik heb supporters van ME afgehaald, bij wijze van spreken. Nou, zolang je dat kan doen, ja, dan weet je ook waar je voor staat. Het gaat om rechtvaardigheid. Het kan van beide kanten, kan het wel eens fout gaan. Nou, dan moet je daar op dat moment, vind ik, ook je rol in vervullen. En dat denk ik ook dat ik dat in ieder geval bij Utrecht ook altijd heb gedaan, dat ik voor de zaak opkwam, jongens, tot hier en niet verder. En als er straffen, hoe vervelend het ook is, maar als er straffen moeten worden opgelegd naar mensen die zich niet houden aan de regels, moet je dat dus doen. Vlak nadat hij bij FC Utrecht was begonnen, maakte Van Dop een van de treurigste momenten uit de clubgeschiedenis mee. Verdediger David Di Tommaso overleed op 26-jarige leeftijd. Ja.
Ja, ik moet zeggen dat het was mijn geluk misschien ook wel. Dat ik op dat moment het allemaal nog redelijk zakelijk kon doen voor FC Utrecht. Omdat ik nog niet de band op dat moment had met David. Die andere mensen binnen FC Utrecht wel hadden. En daardoor kon ik misschien me wat makkelijker verplaatsen in de zaken die je gewoon op dat moment moet regelen. Terwijl niemand daarop zit te wachten. Ik hoop eigenlijk dat zoiets natuurlijk nooit meer voorkomt. Maar dat was wel het dieptepunt in mijn bestaan bij FC Utrecht. Ja. Een ander groot dieptepunt is meer recent. Mihai Nesu, die tijdens een training in botsing kwam met Alje Schut. Hij brak 2 nekwervels en ligt al bijna een maand in het ziekenhuis. Ja. Dat doet veel. Ik heb ook nog eens een keer natuurlijk met Mihai. Ik ben de eerste geweest die met hem in contact is gekomen. Toen we in het hotel samen met Piet Buter daar kwamen. En eigenlijk voor Jan met de korte achternaam, want we hadden 's middags een gesprek. We zouden 's avonds meneer Bekali ontmoeten, maar meneer Bekali, het was een wedstrijd. En ik sta voor die box en meneer Bekali die kijkt zo naar, naar ons en die zegt, nou, hier heb ik eigenlijk vandaag helemaal geen zin in. Dat is de president van Steaua. President. Dus ik kwam er eigenlijk voor Jan met een korte achternaam. En dat werd bij Mia bekend. En die jongen die heeft zich letterlijk, die is volgens mij met zijn voetbalkleren aan onder de douche gestapt. Direct de auto in en terwijl het eigenlijk helemaal niet mocht. Want we hadden wel gevraagd nog, mogen we met hem praten? Nee, dat doe je maar een andere keer. Komt er allemaal nu op dit moment niet uit. Nou, hij is die auto ingestapt, naar het hotel gekomen. We hebben een gesprek met elkaar gevoerd. En dat gaf al gelijk aan hoe Mia in elkaar zit. Dus uiteindelijk hartstikke fijn natuurlijk dat we die transfer hebben mogen maken. En is het ook een speler die bij mij altijd een hele speciale plaats heeft. Zakelijk gezien gaat het FC Utrecht nog steeds niet voor de wind. Er is nog altijd een schuld. Hij heeft in 2005 een relatief gezonde club gekregen van Martin Sturkenboom. En eigenlijk vanaf dat moment is het bergafwaarts gegaan, financieel, zakelijk. Van 1,5 miljoen verlies tot vorig jaar 5 miljoen. En ik denk dat dit seizoen ook in deze orde van grootte zal worden afgesloten. Dus je kan zeggen zakelijk, financieel, dramatisch. De eerste 3 jaar hebben wij nog het geluk gehad dat we af en toe Erik Pieters konden verkopen, Tindalli konden verkopen. Waardoor je uiteindelijk het structurele gat wat er eigenlijk was, enigszins kon opvangen. Maar je moet ook beseffen dat juist op dat moment er een crisis kwam. En de crisis heeft in het voetbal dubbel toegeslagen. Enerzijds dat je natuurlijk toch heeft dat zijn effect in de sponsoring, in de toeschouwersaantallen. Iedereen moet zijn euro toch eens een keer extra omdraaien voordat hij hem uitgeeft. Maar ook de transfermarkt is helemaal opgedroogd. Maar we hebben inmiddels wel spelers gecontracteerd met 3-4-jarige contracten. Dus die kosten, die waren redelijk bekend voor de komende jaren. Maar als je opbrengsten achterblijven, ja, krijg je hem niet sluitend. De komst van Frans van Seumeren leek de redding voor de club. Maar sinds de zakenman groot aandeelhouder is, is er ook veel veranderd voor Van Dop. Toen Frans binnenkwam, had Jan Willem natuurlijk niet meer het vaandel en niet meer de leiding over datgene wat er met de toekomst van de club zou moeten gebeuren. Dus dat werd overgenomen in belangrijke mate. De leiding werd overgenomen door Frans. Mijn rol is anders geworden het afgelopen 1,5 jaar. Zeg maar, vanaf, wat is het, 2009. Eind 2009. En dat was een duidelijke afstemming met elkaar. Dus ik wist op dat moment wat er zou gebeuren. En daar heb ik me uiteraard ook in kunnen vinden. Want dat kon ook niet anders. Dan nemen we afscheid van een historisch figuur, want je bent de laatste voorzitter. Ja, ja. Ja, dat is een ook iets aparts. Want we zitten daar, zo reëel moeten we ook zijn, we zitten niet meer in het tijdperk van de Theo Piquets, de Hardy van Rijs, Jurien van der Herik, Riemen van der Velde, Hans van Delft. Dat waren niet te vergeten Theo Albers. Theo Albers is eigenlijk de enige
voorzitter geweest van FC Utrecht. Dat was een man die kwam binnen en je wist, ja, dat is een voorzitter. Ik weet ook dat ik heb die rol mogen vervullen. En ik heb hem als een na langste mogen vervullen, na Theo. Maar Theo was wel de voorzitter. Hè? En tuurlijk, die maatschappij is aan het veranderen. En daardoor is het misschien ook wel logisch dat hier de stap wordt gezet om niet meer een rol van voorzitter te laten vervullen. Maar het sluit weer een stukje historie van het voetbal. En dat vind ik wel jammer. Geef er maar een klap op dan. Op jou?